Deze film gaat over het omlijnen van tekst op een foto. Stel dat ik bijvoorbeeld op deze foto een bepaalde tekst wil hebben. En ik ga er gewoon eentje toevoegen, want dat praat natuurlijk makkelijker dan dat ik maar blijf kletsen. Ik wil ook wat laten zien. Om deze tekst gewoon eruit te laten springen kun je verschillende dingen doen. Je kunt natuurlijk spelen met de grootte, je kunt natuurlijk spelen met het lettertype, de plaats, de kleur. Maar je kunt er ook een klein lijntje omheen zetten. Of sterker nog, misschien wel twee lijntjes. En dat is op zich helemaal niet lastig. Laat ik eerst dus beginnen met de tekst gewoon ergens onderaan in de foto te zetten. Waar die dadelijk gewoon wat meer in het oog springt dan midden door de foto. Want daar staan toch de gebouwen en ik vind dat de aandacht ook wel daarop mag blijven liggen. Zoals je ziet heeft deze tekst zijn eigen laag. En ga ik naar het verplaatsgereedschap, dan zou ik die laag gewoon de inhoud kunnen verschuiven. En ben ik in het midden, dan krijg ik een ja, paars lijntje in mijn geval, omdat dat enigszins magnetisch is. Maar wil je nu de inhoud van je laag, stel dat die hier staat, wil je die eigenlijk gewoon in één keer centreren zonder dat je zelf op zoek moet naar dat midden? Daar is een hele handige methode voor. Je selecteert gewoon de complete laag en dat doe je door erop te klikken, maar dan ook op Ctrl A te klikken. En om jouw hele foto komen dan kleine stippenlijntjes. En je ziet bovenin bij het verplaatsgereedschap heb ik dan wat extra opties, onder andere deze om hem. Horizontaal uit te lijnen. En deze om hem verticaal uit te lijnen. En nu staat hij eigenlijk gewoon perfect in het midden. Ik wil hem echter iets lager hebben. Dus ik ga hem laten zakken. En dat doe ik als ik de shift ingedrukt hou altijd over een rechte lijn. En dit vind ik zo wel goed. Ik druk op Ctrl-D om de selectie op te heffen. En ik ga vanaf hier verder. Ik wil wat dingen veranderen aan mijn tekst. En ik ga allereerst even het venster teken openen. En dat vind je hierboven, venster en dan daar, teken. Je krijgt een aantal opties. Ik kan, zolang de laag met de letters geselecteerd is, bijvoorbeeld het lettertype veranderen. Laat ik eens voor ink-free gaan. En ook de grootte kun je veranderen. Maar ik kan ook zeggen van nou, ik heb daar straks Rotterdam getypt met de R als hoofdletter. Ik wil alles in hoofdletters. Nou, die optie heb je hier bijvoorbeeld ook. Dat scheelt je gewoon een berg typen. En je kunt hem gewoon keurig in hoofdletters maken. De kleur wil ik ook veranderen. Ik wil bijvoorbeeld, ik noem maar wat, wat licht uit de lucht. Stel dat je bijvoorbeeld deze pakt. Nee, we houden het toch voor iets lichts. Ja, ik kies voor deze kleur. Hij zweemt een beetje van de Erasmusbrug. En ik vind dit er wel aardig tussen uitspringen. Ik zet hem nog even terug in het midden. En dan weet ik vanaf hier ongeveer wel wat ik kan gaan doen. Het wordt tijd om er een lijntje omheen te gaan zetten. En hoe ga ik dat doen? Dat ga ik doen in de vorm van een laagstijl. En die laag vind je gewoon door rechtsonder in je lagenpalet gewoon op een leeg stuk van je laag te klikken. En dan krijg je vervolgens het laagstijlen menu. Wat ik wil, ik wil er één lijntje omheen hebben. En natuurlijk vind je lijn onder de noemer Lijn. En als je daarop klikt, dan springt die aan en dan zie je ook gewoon wat er gebeurt. Je hebt daar verschillende opties. En dan laat ik eens gewoon beginnen met de vultype kleur. Als je op de kleur klikt, dan krijg je natuurlijk de kleurenpikker. En je kunt er een kleur zelf uitzoeken. Je kunt ook gewoon boven de foto gaan hangen en daar een kleurtje uitzoeken. En je drukt op OK om die kleur duidelijk te hebben. Nou, en in dit geval komt die kleur er dus gewoon al lekker uitspringen. En dat komt eigenlijk een beetje door de grootte. De grootte bepaalt hoe dik jouw lijn wordt. Zet je hem heel dik, dan wordt het gewoon een wit vlak. En zet je hem heel dun, dan krijg je een heel klein subtiel lijntje eromheen. Maar laten we dit gewoon eens uh, ja, rond deze koers houden. Je kunt ook de positie bepalen. Normaal komt de lijn buiten de letters, maar je kunt ook zeggen van kom er maar binnen liggen. En aangezien dit maar een heel smal lettertype is, ja, valt dat eigenlijk niet zo op. Je, je overdekt al snel de hele letter. Maar als ik er bijvoorbeeld heel klein, heel subtiel op ga zitten, laat ik ook even inzoomen op de letters, dan zie je dat ik er toch echt wel binnen lig. Of je kunt gewoon keurig op de rand, dan kies je voor midden. Maar ik kies in dit geval voor buiten. En je ziet, het komt er gewoon echt dikker bij. Dan heb je nog de overvloeimodus. En dat herken je misschien wel uit lagen. Normaal is gewoon een dikke lijn. Maar als je een andere modus gaat kiezen, dan gaat hij een klein beetje rekening houden met de achtergrond. Kijk wat er bijvoorbeeld gebeurt als ik zeg voor kies zwak licht. Wit gaat zich dan uh, als een contrastkleur gedragen. En je ziet bijvoorbeeld aan uh, de rechterkant dat het de kleur van het water overneemt. En aan de linkerkant neemt het de kleur van het straatbeeld over. Daar kun je een beetje mee spelen. En in dit geval hou ik gewoon even lekker de modus normaal aan. En dan heb je de dekking nog. Je kunt nog kiezen voor 100% dekking of daar gewoon een bepaalde transparantie op meegeven. Maar ik hou het even op 100% dekking. Zoals ik daar straks had gezegd, we zouden twee lijntjes gaan maken. En dat gaat ook heel simpel, want je kunt nog een lijn toevoegen. Je klikt hier gewoon op het plusje en je ziet, er komt een tweede lijn onder. En deze lijn kun je ook weer gewoon aan gaan passen. En die wil ik dan natuurlijk in een andere kleur hebben. En dat wil ik eigenlijk gewoon de exactzelfde kleur als mijn letters. En je klikt op oké. OK. Nou ook die mogen een bepaalde grootte hebben natuurlijk. En ik vind dat dat zo wel kan blijven. En vervolgens voeg ik nog een, een kleine schaduw toe. Waarmee ze gewoon net iets mooier van mijn foto afspringen. En ik druk op oké OK om dit te te beëindigen. En vervolgens heb ik dus gewoon mijn letters hier uh, op de foto staan met twee lijntjes. Maar die twee lijntjes, dat is dus gewoon een stijl. Ga ik nu bijvoorbeeld naar mijn tekstgereedschap en ga ik er tussen staan. Dan kan ik gewoon doortypen en die stijl blijft behouden op mijn tekst. Dus in principe kun je gewoon zo een uh, tekst helemaal ombouwen tot wat jij wil. En op die manier kun je dus gewoon iets moois maken. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!